groeit er in rechtsliberale kringen onvrede over de N-VA. De vraag leeft sinds KNAK ze onlangs opwierp. KNAK schetste de ontgoocheling van de zogenoemde vrienden van de partij over het geleverde regeringswerk. Vooral op het magere zomerakkoord kwam er veel kritiek. Nochtans maakt de N-VA een prioriteit van economische hervormingen. Haar communautaire programma zette ze intussen on hold. Kamerfractieleider Peter De Rover reageerde op doorbraak wrevelig op de analyse. Voor onze camera wilde hij niet, net zoals andere kopstukken. Dirk van Zundert en Stijn Valk. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wet van het Belgische volk. Verandering. De N-VA-belofte voor de verkiezingen van 2014. Het regeerakkoord op bepaalde domeinen was ambitieus, nodig. Maar er is een verschil tussen dingen op papier zetten en ze realiseren. Het moet voor een aantal N-VA'ers heel pijnlijk zijn om te zien dat de kritiek die zij op de PS-regering, die Rupo, hadden, dat diezelfde kritiek nu ook naar hun regering komt. Dat is natuurlijk altijd een zwak euvel in een democratie, dat je gemakkelijk mensen een verhaal kunt vertellen die rooskleuriger zijn dan de realiteit. Ik denk toch wel dat het feit van dit ging de regering zijn die er eindelijk eens werk van ging maken, van die begroting, dat toch wel genoeg mensen irriteert. Kritiek op het regeringsbeleid. Niet uit linkse hoek, die te verwachten is. Pijnlijker is de kritiek langs rechts, van onafhankelijke economen of Vlaamsgezinden die oprecht meer hadden verwacht van een regering met N-VA. De kritiek is eigenlijk van, kijk, in goede economische omstandigheden is er te weinig sociaal-economisch herstel geweest. En dat is gekoppeld aan een communautaire standstill. En die twee dingen samen, dat zorgt voor wrevel in de Vlaamse beweging. Deze grafiek toont in welke mate begrotingsinspanningen zijn geleverd sinds de regering Martens V in 1982. Hoe meer groen, hoe groter de inspanningen waren om de financiën te saneren. Michel 1 staat in het groen. We zijn niet achteruit gegaan, dat is al positief, maar we zijn heel matig verbeterd. Terwijl de omgeving en de lage renteomgeving, allerlei meevallers waren er en toch is het heel matig gebleven. Dus er zijn regeringen geweest in het verleden die echte hervormingsregeringen waren, die de begroting echt hebben aangepakt. Deze regering heeft dat niet gedaan. Wat zie je natuurlijk, is dat de Belgische structuur zodanig is dat die echte verandering waar de N-VA voor staat, dat die niet mogelijk is. Met andere woorden, als de N-VA echt sociaal-economische veranderingen wil doorvoeren, dan zal ze ook veranderingen in de structuur, in de communautaire structuur van België moeten doorvoeren. Begrotingsdiscipline vraagt een visie op lange termijn en moed, onder een strenge leiding van een krachtige premier. Afin que l'on puisse une fois encore faire la démonstration d'une capacité à décider. Maar in ons land is er geen strenge premier volgens Van de Kloot. In België kan de Charles Michel niet een minister ontslaan als die blokkeert, als die tegenwerkt. Hij zal dat waarschijnlijk zelfs niet kunnen bij Didi Reynders, omdat dat een machtsbastion op zich is. Dus dat toont dat er heel structureel fundamentele zaken zijn die het heel moeilijk maken in België. Hoe jammer je dat eigenlijk ook moet vinden, want begroting is natuurlijk iets enorm belangrijk, maar je ziet dat eigenlijk of de N-VA zal stijgen of dalen, volgens mij niet zal afhangen van een sociaal-economisch beleid, maar over de discussie over veiligheid. Hey, Theo! Theo! Ik denk dat binnen de N-VA, binnen de militanten van de N-VA, het geloof in de strategie van de partij nog altijd heel groot is. En dat er ook maar een minderheid is die echt wakker ligt van de communautaire strubbelingen die er zijn vanuit de Vlaamse beweging. Dat er inderdaad wel mensen zijn die ontevreden zijn, die vinden dat het niet genoeg is, maar die daarvoor hun geloof in de N-VA niet zullen afhalen. Ik zoek in elk geval naar de politicus die eindelijk zegt van ik wil mijn kinderen en kleinkinderen recht in de ogen kunnen kijken. Ik wil niet bekend staan als de persoon die de zaken uit de hand heeft laten lopen.
Ja, en bij ons professor Karel De Vos. Professor De Vos bleef heel stil in de partij na de kritiek, de artikels die er kwamen vorige week. Fractieleider Peter De Rover die heeft dan wel een antwoord geformuleerd, ja, waarmee hij eigenlijk een officieel standpunt innam. Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat hij dat beter niet had gedaan. Als hij had gezwegen zoals de rest van de partij, dan was het waarschijnlijk in de komkommertijd zo overgewaaid. Dat er nu in de aanloop naar de start van een nieuw politiek jaar, een bijzonder jaar met verkiezingen, het laatste jaar van deze legislatuur, een bilan wordt opgemaakt, dat is normaal. We zijn nog die ellendige zomerakkoorden aan het verwerken. Er is wat kritiek in de partij, zoals in elke partij, over de harde houding van de centrale partij, die zich te veel moeit met de lokale afdeling. Er was een kritiek van Jan Peumans. Dat is eigenlijk niet abnormaal in een grote partij zoals N-VA. Maar als je natuurlijk als fractieleider zelf zegt van kijk, ik ben ook ontgoocheld in deze regering met N-VA. Of tenminste, ik had ook gehoopt dat die regering met N-VA veel meer had gebracht. Ja, dan voed je natuurlijk die kritiek en die analyses. Ja, en er is dan wel heel wat niet gerealiseerd van wat beloofd was. Met andere woorden, de critici hebben absoluut een punt. Zegt meneer De Wever, en dat is niet meneer De Roverlever, dat is niet niemand, dat is de fractieleider van N-VA, dus een belangrijk man. Hij zegt, ja, die critici hebben gelijk. Als de kritiek van links komt, is dat niet erg. Dat is in tegendeel een bewijs dat de partij goed bezig is. Komt de kritiek van rechts, dat is natuurlijk vervelend. En kijk, je moet het zo zien, toen deze regering startte, was de verwachting immens. Het was een droomcoalitie. Partijen die min of meer bij elkaar aansloten. En N-VA zei, we gaan geen staatshervorming kunnen doen, maar we gaan in ruil wel een ongelooflijke verandering teweegbrengen op tal van domeinen. Dus ze hebben die verwachting eigenlijk zeer hoog zelf gevoed. Aan de andere kant, binnen de Vlaamse regering, daar bestuurt de partij N-VA sinds 2004. Altijd was te horen, ja, maar wacht, we moeten groter worden, we moeten de grootste zijn, dan zal je eens wat zien. En nu leidt de N-VA die Vlaamse regering. Dus ook daar waren er grote verwachtingen. En het moet gezegd, ze zijn daar op heel wat domeinen ondergebleven. Je moet ook de prestatie van N-VA en deze regering niet minimaliseren. Mm-hmm. Maar de verwachtingen waren zeker veel hoger spannend dan wat ze hebben kunnen leveren. Ja, nu, u verwijst er daarnet naar. N-VA cijferde dan haar communautaire programma weg om grotere dingen dan te kunnen realiseren. Tegelijk kan je zeggen dat de partij ook wel een en ander absoluut in beweging heeft gezet. Ja, er zijn natuurlijk heel wat objectieve beslissingen. Er is beleid gevoerd dat onmiskenbaar ook die N-VA-vlag geeft. En waarvan je kan zeggen, dit heeft de partij in gang gezet. Maar misschien ligt de invloed van de partij wel nog meer op een, misschien een beetje raar uitgedrukt, op het culturele, mentale. N-VA heeft eigenlijk de deur geopend naar een centrumrechtse stem die vaak wat kwaad of verongelukt was en die een gehoor gekregen heeft. Bijvoorbeeld als het gaat over energiebeleid, dan zegt N-VA, ja, pas op met al die verwachtingen van die alternatieve energiebronnen, nucleair niet zomaar afschrijven. Gaat het over mobiliteit? Wacht, kijk eerst eens hoe het zit met de auto. We moeten die niet zomaar uit de stad duwen. Ook als het gaat over asiel en migratie, heeft de partij ervoor gezorgd dat dingen nu gezegd kunnen worden waar vroeger niemand durfde over spreken. Dus je kan de invloed van N-VA op vele manieren meten. Ik denk dat er objectief naar beleid zeker dingen beslist zijn die weliswaar heel erg onder verwachting zijn gebleven. Maar N-VA heeft in het mentale, in het psychologische, in het discours zeker verandering gebracht. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop ze omgaat met media, bepaalde media. Of het middenveld, de manier waarop die partij communiceert, die offensieve stijl, dat hadden we tot nu toe nog niet gezien. Nee, en dat hebben ze opengebroken. Nu, als de volgende regering, dan laten we daar eens naar kijken, dan de echte verandering zou moeten kunnen doen als het werk kan afgemaakt worden. De vraag is dan natuurlijk, hoe dan? Wel, ik denk dat meneer De Rover zich een beetje in de problemen heeft gemanoeuvreerd met zijn argumentatie. Hij zegt, kijk, waarom is het niet gelukt om meer te doen? Waarom heeft deze regering met N-VA niet gebracht wat we gehoopt hebben? Dat is omdat links ons wat gehinderd heeft, maar daar hebben we weinig last van. Maar dat is omdat onze coalitiepartners gefrustreerd zijn omdat wij door onze verkiezingsoverwinning te veel stemmen van hen hebben weggehaald. Als de volgende verkiezing N-VA nog zou groeien, wat niet uitgesloten is, ja, dan zijn volgens de redenering die coalitiepartners nog meer gefrustreerd. Anderzijds, indien N-VA zou wat terugvallen, ja, dan zullen anderen zeggen, kijk eens, het grote succes van N-VA is voorbij, ze zijn op de terugweg. Dus als je de redenering van meneer erover volgt, is er geen enkele reden om te veronderstellen waarom in de volgende regering, en het is zeer moeilijk om te zeggen welke die zal zijn, maar wellicht heeft de huidige coalitie, de regering Michel, in het meeste kans om zichzelf op te volgen.
gaan, dan is het zeer moeilijk om te zien hoe die fundamentele problemen die veroorzaken waarom de N-VA niet meer kan doen, straks weggewerkt zijn. Ja, want dan worden die misschien nog moeilijker. Ja, want de hoofdoorzaak zijn vooral interne Vlaamse problemen. Ik hoor zeggen, ja, het Belgisch model houdt een en ander tegen, dat kan best. Het gaat allemaal veel trager dan sommige grote veranderaars, dat is ook in het verleden bewezen, vraagt aan Yves Leterme, hadden gehoopt. Dus dat model remt vele veranderaars af. Maar het gros van de problemen die ervoor zorgen dat die partij niet meer kan leveren, dat is ruzie onder Vlamingen, vooral met CD&V. En ik zie niet hoe straks na de verkiezing dit fundamentele probleem in deze regering opgelost zal worden. Ja, los van het feit dat er dan ook in die volgende regering veel geld zal moeten gevonden worden om nu, de dingen op te lossen. Dus de grote schandvlek, denk ik, op deze regering is de begroting. We weten dat straks na de verkiezingen er miljarden gevonden moeten worden. Sommigen zeggen 5, anderen gaan tot 8 miljard. We zien wel, maar in elk geval heel veel besparingen. We weten dat de N-VA daarvoor bijvoorbeeld richting sociale zekerheid kijkt. Vooral naar het management bij mutualiteiten of vakbonden, maar daarmee haal je het niet. Dat CD&V dat dan zeker niet wil. Dus alleen nog maar rond de begroting voorziet iedereen na de verkiezingen, als die nieuwe coalitie aan de macht komt, dat die daar heel fors over zal moeten discussiëren. De asielcrisis is overduidelijk niet gaan liggen. Hè. Dat komt om de haverklap terug. Ook daar voel je dat, hoe hard Theo Franken dat ook probeert, hij niet de structurele oplossing kan bieden, omdat hij daar ook niet bij machten toe is. En ja, natuurlijk, dat vertaalt zich dan in een discours dat bij CD&V en Open VLD slecht valt. We weten dat N-VA de komende weken en maanden zich zal blijven profileren op het dossier migratie en asiel. Dat zal natuurlijk ook bij de andere coalitiepartners slecht vallen. Dus hoe al die problemen in de volgende regering opgelost zullen worden, ik heb er geen idee van. Oké, professor Karel de Vos, dank u wel. Graag gedaan.